Het team van AC Milan in de finale in Londen, de Europa Cup 1963. Zomaar wat voetbalplaatjesverzameling. De Rode Duivels in 1964 in het Belgische elftal in Amsterdam. DOS. Selectie van DOS. De Limburgse ploeg Sittardia met achterop de namen, neem aan ook uit 1964. Met J. Notermans, J. Brul, M. Smits, J. Wolfs, J. Peremans, J. Brum, J. F. Guus, P. Kwiks, Jan Haan en Willy Dullens en D. Gerens. Dus selectie van Citadia. En ook nog de Limburgse ploeg MVV. We nemen ook aan de selectie uit 1963. We hebben hier de selectie van PSV Eindhoven met achterop de namen. Van Wissem, M. Pijns, Dollars, Pals, Wierema, Kempenwa, Knoet, Steunissen, Van der Kuijlen, Van der Strippen, Verdonk. Hier nog een keer de foto. De selectie van Heracles in 1963. Heracles Almelo tegenwoordig. De selectie van Ajax ook in hetzelfde jaar met Johan Cruijff in het midden. Natuurlijk de bekendste voetballer aller tijden, wie kent hem niet? De selectie van Sparta Rotterdam. Dus voor die tijd. Met de namen achterop. Verhoeven, Kemper, De Groot, Ter Horst. Landsgrund, Den Hart. Den Hartog, Kramer. Benson, Hofman. Versluis, Vermeer, Franke. Bauma, Bosveld en Adelaar. Sparta, Rotterdam. Selectie van ADO. ADO Den Haag tegenwoordig natuurlijk. Met J. Vermeulens, Jan Smit, Verhagen, Van der Lee, T.T. Bram Arendsen, J. Jochems, R. Pas, L. Maassen, H. Heine en P. De Zoete. Het is ook uit het jaar 1963. En dan hebben we hier de Groningse voetbalvereniging uit Groningen. Dat is de voorloper van FC Groningen. Met J.H. Nijhuis, R. Tiemans, J. Somers, H. Warners, F.G. Brunners, M. Zorgel, H. Kanselaar, J.F.C. Leverink, E.J. Termals, W.M. Veenstra en Astrik.